Ja, de deelstreep. Negatieve getallen met een deelstreep. Dat is eigenlijk gewoon delen met negatieve getallen. Want je kunt een deling opschrijven met zo'n deelstreep. Bijvoorbeeld zoals hier. Nou, eigenlijk heb ik nog best vaak leerlingen die zeggen, ja, maar ik wil dat eigenlijk liever gewoon zo uitrekenen. Ik schrijf het dan liever eerst gewoon zo. Nou, als je dat al doet, dan moet je even goed opletten dat je de haakjes omheen zet. Ook straks wanneer de letters erin gaan komen, dan moet je dit echt doen, zien als met die haakjes omheen. Want boven is één stukje en onder is één stukje. Schrijf je hem zo, dan moet je wel aangeven dat dat de stukjes zijn. Dat is iets voor strakjes. Maar belangrijker is dat je, of wat belangrijker is dat je ziet dat dit gewoon hetzelfde is als deling, maar dat je die streep niet meer nodig hebt, maar dat je het niet meer nodig hebt om die oude manier van op te schrijven te gebruiken. Dus niet 15 en dan die deelstreep 5 gaan schrijven als in je som als 15 gedeeld door 5. Want dan ga je rekenfouten maken. Heeft met volgordes te maken. Moet je heel goed, moet je er wel heel handig in zijn. Dus doe dat niet. Ga het niet. Het is wel hetzelfde, maar ga het niet meer zo schrijven. Ga het echt tegen jezelf zien als 15 gedeeld door 5. Je deelknop op je rekenmachine is ook vaak zo. He, dat is ook vaak de deelknop. Dus zie dit echt als 15 gedeeld door 5. Nou, 15 gedeeld door 5 is 3. Hoe sneller je dit zo goed aanleert en dus niet zo dit gaan doen, hoe sneller je dit doet, zo, hoe sneller en hoe beter je het jezelf aanleert. Net als die keerpunt. Als je dat ook steeds maar keer bleef schrijven, dan leer je die punten ook niet echt aan. Dus het is even heel rot en naar, maar mijn advies is echt voor in de latere wiskunde, doe het meteen zo. Niet gaan herschrijven. Nou, zo hebben we ook min 16 gedeeld door min 8. Nou, wat is er nu aan de hand? En je hebt deze 30 gedeeld. Ik pak de voorbeelden uit boeken. Ik denk dat is voor jullie het fijnste. Zo. En wat nu steeds werkt, je weet misschien nog, min gedeeld door plus of plus gedeeld door min, dan is je antwoord negatief. En zo heb je ook negatief gedeeld door negatief, dan is je antwoord positief. Zo werkt dat hier ook. Heb je een positieve gedeeld door een negatieve. Dus boven is er eentje van de twee negatief. Dan is je antwoord negatief. En dat zet je zo ervoor. En dan doe je 30 gedeeld door 5 is 6. Hier is er eentje negatief. En dan geldt dus ook weer deze. Dus dan krijg je ook weer positief gedeeld door negatief. Dus je antwoord is negatief. Die zet je ervoor. Die zet je echt ervoor. Niet erboven laten staan. Die zet je ervoor. En dan krijg je 24 gedeeld door 12 is 2. Dus dat is hoe je het aanpakt. Je mag in je hoofd nog doen min 24 gedeeld door 12. Ga het niet opschrijven. Ga hier zo snel mogelijk aan wennen. Dan krijgen we deze. Deze is negatief gedeeld door negatief. Negatief gedeeld door negatief. Dus boven en onder negatief, dan is je antwoord positief. Dus hoef je niks op te schrijven. Dus gewoon 60 gedeeld door 8 is 2. Dit is heel belangrijk voor later in de wiskunde als je gaat rekenen met letters. Dus doe het echt zo. Ga het niet omschrijven. Dus niet hiervan maken 30 gedeeld door min 5. In je hoofd oké, maar niet opschrijven. Ja? En de min ervoor halen. Nou, dan heb ik dit uitgelegd. Dan gaan we naar het volgende wat zij uitleggen. Even kijken hoor. Ja, dat even ik één oversloeg. Nou, nu kom ik bij deze aan. 8 plus 10 gedeeld door 3 min 12. Wat boven en onder staat, dat zijn stukjes die horen bij elkaar. Dus dit is 8 plus 10 en dit is 3 min 12. En die stukjes die bij elkaar staan, die doe je eerst. Nou, normaal gesproken werk je altijd onder elkaar uit. Altijd onder elkaar uitwerken. Maar net met deze, met die deelstreep, is het fijner om hiervan te maken. Boven maak je 18, onder 3 eraf 12. Is een min 9, want je hebt de 3, je haalt de 12 af. En dan krijg je dus positief gedeeld door negatief. Dan is je antwoord dus negatief. Dat minnetje halen we naar voren. En dan 18 gedeeld door 9 is 2. Dus dit is min 2. Normaal altijd onder elkaar uitwerken. Maar net deze, die is veiliger naast elkaar. Dan heb je nu ook, oh sorry, ik tik de microfoon. Min 18 min 10 gedeeld door min 2 plus 6. Nou, dat doe je gewoon weer hetzelfde. Dan maak je eerst wel met een tussenstap. Doe eerst boven en onder uitwerken. Boven en onder netjes maken. Dan krijg je dus
Boven min 18 min 10 is min 28. Onder min 2 plus 6 is 4. Want je hebt er 2 tekort, je telt er 6 bij op. En nu heb je min gedeeld door plus. Of boven de min en onder een plus. Dus zeg maar eventjes weer negatief gedeeld door positief. Dan is je antwoord dus negatief. En dan doe je 28 gedeeld door 4 is 7. Min 7. De volgende die ze gaan doen, dat is deze, min 28, moet ik even kijken, of nee, sorry, deze. Min 18, min 10, gedeeld door 2 keer min 7. En nu gaat keer wel voor min, maar omdat je boven en onder apart los van elkaar uit moet werken, mag je dit zo tegelijk doen in één stap. En normaal altijd onder elkaar uitwerken. Echt altijd doen. Maar hier is het wel veiliger voor jullie als je het nog eventjes opzij doet. Dus je hebt er 18 tekort. We zakken er nog eens 10. Kom je uit op min 28. En 2 keer min 7. Positief keer negatief is negatief. En 2 keer 7 is 14. En nu hebben we de situatie dat we boven negatief hebben. En onder hebben we negatief. Dus dan wordt het antwoord positief. En dan krijg je 28 gedeeld door 14 is 2. Nu weet ik even niet meer uit mijn hoofd of er eentje achterkomt. Nee, dat zijn de sommen al. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!